Goedemiddag hier bij het kasteel. Er is een open kastelendag vandaag. Is landelijk in heel Nederland. En er zit een thema aan vast, het rampjaar 1672. En nou heeft de BL Huisvesting, de eigenaar van het kasteel, samen met de Heemkundekring en de VVV een open dag georganiseerd. Die vrij toegankelijk is voor iedereen die hier wil komen. Er lopen gidsen rond van de VVV en de Heemkunde samen die rondleidingen geven. Het bouwbedrijf wat de restauratie van het kasteel doet, geeft ook rondleidingen. En verder is iedereen vrij om toegankelijk de tuin en alles te bekijken hier op het kasteel. Het is dezelfde water weer, met die water. Precies hetzelfde.